Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We beginnen met de maxima van vandaag, tenminste de hoogste temperaturen tot ongeveer half twee vanmiddag. Toen was het zo'n 24-25 graden in de zuidelijke provincies. Dan kan vanmiddag nog een graadje bijkomen. De Waddeneilanden moesten het doen met temperaturen van 17 graden. Dat kwam door een koude wind over zee, die blies die koude lucht over de eilanden. Schitterend weer in Nederland, volop zonneschijn en dat zien we ook op deze wolkenfoto's. In Nederland eigenlijk niets aan de hand. Boven Frankrijk zien we wel meer bewolking, vooral boven het westen en het zuidwesten. En die wolken met de bijbehorende buien, die bereiken ons morgen later op de dag. Maar voor die tijd krijgen we eerst nog aanvoer van hele warme lucht en dan kan het plaatselijk zelfs 30 graden worden. Dat zien we ook terug in deze neerslaganimatie. Vanuit het zuiden zien we morgen de wolken en buien naderen. Het gaat heel traag. Boven België lost de neerslag enigszins op. En pas in de avonduren weet de neerslag verder naar het noorden te trekken. Zaterdagochtend trekt het dan weg. En zaterdagmiddag wordt het vanuit het zuidwesten weer zonnig. Maar eerst vanavond nog een schitterende, nou bijna wel zomeravond. 19 tot 22 graden. De wind neemt af. De zon schijnt volop. Ideale omstandigheden om buiten te zijn. Komende nacht gebeurt er dan weinig. De temperatuur daalt dan zo'n 15 tot 9 graden en daarna krijgen we morgen dus een schitterende dag als je tenminste van zonneschijn en hoge temperaturen houdt. Want de zon schijnt volop en het wordt 25 tot 29 graden en lokaal is een tropische 30 graden mogelijk. Zonkracht 6 à 7 betekent dat de onbeschermde huid tussen 11 uur en 3 uur in zo'n 15 à 20 minuten al kan verbranden. Dus goed beschermen. De buien die komen ook, zoals al gezegd, misschien de eerste bui rond een uur of vier vijf, waarschijnlijker pas vanaf een uur of zes à zeven, en ze bereiden zich daarna heel langzaam naar het noorden uit. Betekent dat je ten noorden van de grote rivieren morgen prima kan barbecueën, daar ten zuiden van heb je kans op een eerste bui. Die buien trekken dan in de nacht na zaterdag over het land. Zaterdagochtend, vooral in de noordelijke helft van het land, nog enkele buien. Misschien nog met een klap onweer. En daarna wordt het snel beter. Vanuit het zuidwesten wordt het uh, vrij zonnig. En zaterdagmiddag is het dan weer vrij weer. 19 tot 25 graden. Wel aan zee, zaterdag een stevige wind. 5, misschien 6 boven voor. Zondag draait de wind naar het noorden en dat is geen ideale richting. Daardoor komt de koelere lucht ons land binnen. 16 tot 21 graden, maar de kans op een bui is zondag erg klein. Een afwisseling van zon en wolkenvelden. En ook maandag, een flinke periode met zon en enkele wolken. De wind draait dan naar de noordoosthoek, blijft koele lucht aanvoeren, dus de temperatuur gaat verder naar beneden. Morgen dus echt genieten van die hoge temperaturen, want we zien het ook in deze 15 daagse verwachting. Het kwik gaat heel duidelijk omlaag. Dinsdag en maandag het dieptepunt en daarna langzaam weer kabbelend omhoog. Maar dat uh, gaat mondjesmaat. Ik wens u al een uh, heerlijke avond en morgen dan ook genieten van het warme weer. Ga ik in ieder geval wel doen en ik spreek u ook morgen weer, want ik mag ook werken. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.